van bagger maken wij waterpasserende bestrating. Ik ben niet geboren met een passie voor bagger. Ik heb ook nooit gedacht dat ik iets in de bagger zou gaan doen. Ik miste naast mijn studie gewoon actief aan de slag gaan met problemen die ik voor me zag, namelijk klimaatverandering. Hoezo is afval afval? Hoezo kunnen we er niet iets moois van maken? We zijn zeker een bedrijf. We zijn 2,5 jaar verder, we zijn een bedrijf. Als iets bagger is, dan betekent dat niet veel goeds. Totdat je deze video hebt gekeken. Want vanaf nu krijgt bagger een volledig nieuwe betekenis voor jou. Bij mij te gast Eva Aerts van de start-up Waterweg. Ja, hoi. Toch? Ja, zeker. Want wat betekent bagger voor jou? Ja, van mij mag er niet meer gescholden worden met bagger. Ik spreek mensen ook regelmatig aan. Ja, spreek je ze recht op aan, ja? Ja, nee, mijn moeder zegt regelmatig, ja, dat is bagger. En zeg ik, ja, maar bagger is heel positief. Bagger is prachtig. Ja, ja, want vertel eens, wat doe jij met bagger? Wat wij doen met bagger, van bagger maken wij waterpasserende bestrating. Dus we maken halfverharding van bagger. Waterpasserende bestrating. Ja. Dus dat betekent, zeg maar, tegels waar water doorheen kan. Precies, dus het zijn tegels met een open structuur en daar kan water door de grond in zakken. En eigenlijk zie je dat we onze tuinen, maar binnensteden van steden, helemaal vol betegelen. Ja. Waardoor als het heel hard regent, het water de grond helemaal niet meer in kan zakken. En dat is een trend die nogal vaker plaatsvindt regen. Exact, en het gaat steeds harder regenen, ja. Steeds vaker regenen. Maar ondertussen zakt die regen niet meer de grond in, wat niet goed is voor de natuur, maar die zakt allemaal het riool in. En daarmee veroorzaken we overstromingen van het riool. En het is eigenlijk niet goed voor de biodiversiteit in de stad. Hoe komen jullie hierbij? Ja, dat snap ik. Ik ben niet geboren met de passie voor bagger. Ik heb ook nooit gedacht dat ik iets in de bagger zou gaan doen. Nee. Op een manier heb ik ook een ander beeld. Misschien is dat een absoluut vooroordeel. Maar als ik denk aan de baggerindustrie of zo, dan denk ik aan andere types zoals jullie. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Wij hebben nog niet heel veel jonge mensen en laat staan jonge vrouwen in de baggerindustrie gezien. Nee, maar hoe rollen jullie daarin? Wij deden mee aan een ontwerpwedstrijd tijdens onze studie allebei, waarbij je in 6 weken van een afvalstroom naar een verdienmodel moest. En jullie kregen bagger toegewezen. En wij kregen bagger toegewezen. Oh, letterlijk? En wij werden elkaar ook toegewezen. Dus zo hebben we elkaar ook leren kennen. Want wat waren jullie expertises? Jullie hebben verschillende petten op, hè? Ik heb een achtergrond zelf in economie en politicologie. Dat is wat ik heb gestudeerd. Dus dat is echt iets compleet anders. Ja. En Wies heeft industrieel ontwerp gestudeerd in Delft. Dus die heeft meer een ontwerp, product, design achtergrond. Wat grappig. Jij studeert economie en politicologie. Ja. En dan hebben we een industrieel designer erbij. Ja. Met alle respect. En heb je een zootje bagger. Ja. Maar en nu heb je een product wat redelijk innovatief is en zo. Daar moet je toch voor leren, onderzoeken, jarenlang testen en weet ik veel wat. Nee. Ik denk dat het probleem is, als we het hebben over innovatie en als we het hebben over nieuwe ontwikkelingen en iets doen met de klimaatcrisis, waar we het eigenlijk net over hadden. Dat het juist gaat over dat je gewoon niet altijd alleen maar vanuit de kennis die er al is denkt, maar juist denkt vanuit wat je nog niet weet wat er zou kunnen zijn. Was dit er nou niet? Nee. Omdat eigenlijk bagger, er is in het verleden echt wel gekeken naar, ik geloof 30 jaar geleden, naar het maken van een verhard materiaal uit bagger. Mm-hmm. Toen was de conclusie dat het financieel nog niet haalbaar was. En ik denk dat heel erg te maken had met de tijdsgeest. Afval was toen nog een veel minder groot probleem. Ja, duurzaamheid precies. Was nog niet. Ja, was toen ook al urgent, maar sprak nog niet zo tot de verbeelding. Nou, je kan nu als afvalprobleem zien, maar je kan natuurlijk ook gewoon 180 graden omdraaien als een opportunity dat je van afval iets prachtigs kan maken. Toch? Precies. Dus en waardoor we ook juist, want komt er ook nog eens bij kijken. Uiteindelijk zitten we wereldwijd, is er een zandtekort. We liggen toevalligerwijs in Nederland op een berg met zand, namelijk de Noordzee. Maar in principe zijn de grondstof om beton mee te maken steeds schaarser. Ja. Cement is een van de meest vervuilende stoffen die er is. 3 keer vervuilender dan de hele vliegindustrie. Zijn jullie nu een bedrijf inmiddels? Wij, we zijn zeker een bedrijf. We zijn 2,5 jaar verder, we zijn een bedrijf. Ja. En hoe kom je rond, zeg maar? Een combinatie van betaalde projecten. Dus echt tegels die we opleveren voor klanten. Oh, jullie zijn echt al gewoon in productie en alles? Ja, maar niet productie. Mensen betalen nog niet voor de tegel, maar wel voor het onderzoek wat wij doen naar de ontwikkeling van de tegel. Dus we gaan bijvoorbeeld voor het Hoogheemraadschap van Schieland in Krimpende Waard gaan we tegels opleveren. Hey, maar luister eens, maar wie is dan even business-wise? Wie wordt, hoe zit het met of denk ik nou heel ouderwets? Hoe zit het met weet ik veel, patenten of dat het product van jullie is? Of als je laat betalen voor de doorontwikkeling van het product, heeft natuurlijk een risico in zich dat je straks, zeg maar, alle rechten of zo. Hoe gaan jullie daarmee om? Ik denk een combinatie van dat je ouderwets denkt en dat dank je. Excuses, bedankt voor het kijken naar weer een video. God, Chris, vertel. Je was te makkelijk, hè? Ja. Zelf. Nee, kijk, we hebben heel veel onderzoek gedaan naar patenten. Ja. Daarbij
ook gezegd dat uiteindelijk de technologie die we gebruiken is niet zo heel spannend. Het is meer de manier waarop we het doen en dat we met die hele keten aan de slag gaan. Ja. En eigenlijk overal daar... Dus niet relevant eigenlijk? Nee, het is niet echt relevant. En wat wij ook zeggen, er is in Nederland 10 miljoen kuub bagger per jaar. Dan hebben we het alleen nog maar over Nederland. Er is ongelooflijk veel bagger. Als iemand anders het wil doen, prima, doe maar. Graag zelfs. Maar tegelijkertijd, wat is dan jullie businessmodel? Zijn? Laat ik het dan zo vragen. Jullie duurzame businessmodel. Als je kijkt, denken jullie echt zeg maar een paar jaar vooruit, zo gaan we het business-wise ontwikkelen? Dus het duurzame businessmodel is dat wij uiteindelijk... bagger innemen en tegels verkopen. Punt. Maar je hoeft niet de enige te zijn die tegels maakt of dat patent... Nee. En het hoeft ook niet alleen maar tegels te zijn. De waterpasserende bestrating is een heel goed eerste product, denken wij, omdat het relatief makkelijker is om te ontwikkelen. Maar uiteindelijk kunnen we ook naar hele andere producten toe gaan. Uiteindelijk is er genoeg bagger voor heel veel verschillende type producten. En wat we kunnen is van bagger een hard materiaal maken. Wies doet eigenlijk veel meer de productontwikkeling kant. En ik ben heel erg bezig met juist... wat zijn de volgende projecten die we gaan doen en hoe gaan we zorgen dat we die kunnen gaan doen? Dus veel meer bezig met bedrijfsontwikkeling en acquisitie. Als we dat project dan binnenhalen, dan geef ik het eigenlijk een soort van door naar Wies. En dan neemt Wies het over en gaat het doen. Maar uiteindelijk daarin... Wies maakt bijvoorbeeld weer veel mooiere presentaties dan ik dat kan. Dus zo werk je samen. Het werkt samen. Dankjewel. Ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. En leuk dat je mijn gast wilde zijn. Geen probleem. Dankjewel voor de uitnodiging. Graag gedaan. En dankjewel voor het kijken. En als je naar de podcast hebt geluisterd, dankjewel voor het luisteren naar weer een prachtig ondernemersgesprek hier op CVD-TV. Daarvoor zijn we er. En heb je er nog niet genoeg van en wil je nog meer kijken en zit je op YouTube, dan blijf hangen over 2 seconden 2 nieuwe video's. Voor nu, dankjewel. Hoi.